Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Area 071. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leenert. Uiteraard vanuit Area 071 in Leiden-Dorp. Zometeen hebben we het over het werk van Theo van Doesburg, vierkant in vierkant. Maar eerst gaan we het uiteraard hebben over Leiden's Ontzet. Want volgende week is het alweer zover. En dan moet je natuurlijk de voorzitter van de 3 Oktobervereniging uitnodigen. Michiel Zonnevielen, welkom in de uitzending. Treurig nieuws vond ik wel hoor. Ik was helemaal gewend aan dat je voorzitter bent. En dan hoor ik ineens dat je volgend jaar stopt. En dat je opgevolgd wordt door Rick Kamps. Ja, als de leden dat willen, maar... Is het een koep geweest? Nee. Het is vrijwillig gegaan. Er is keurig een benoemingscommissie geweest die dat allemaal uitgezocht heeft. Extern, intern gekeken. En zijn bij deze kandidaten uitgekomen. En ik ben daar zeer tevreden mee. Echt, Rick zal een hele goede voorzitter zijn. Ja. Toch heb ik het idee, en je moet nu ook ja zeggen op dit moment denk ik, maar dat je dat met heel erg veel plezier gedaan hebt. Ja, er zijn spannende jaren geweest. Want ja, je valt ergens in. Natuurlijk kende ik 3 oktober al en de vereniging. Maar er is toch een heleboel gebeurd in de personele sfeer, in de organisatorische sfeer. We hebben aantal onderdelen veranderd, de optocht de andere kant op. En wat ook heel belangrijk is, dat de veiligheid vraagt steeds meer aandacht. Niet alleen komt er meer aandacht en terecht vanuit de gemeente, politie, brandweer, noem maar op. Maar we moeten zelf ook aan veel meer denken. En daarbij kwam het laatste jaar natuurlijk, voor deze 3 oktober, dat de Garenmarkt niet beschikbaar was. Nou, we waren al een jaar lang aan het zoeken. Nou, laten we zeggen dat we nu naar het Trigon-terrein gaan. We zijn heel dankbaar voor de medewerking van Trigon. Maar we hebben de toezegging en verzekering gekregen, zwart op wit, dat we over een jaar of 3 weer teruggaan naar de Garenmarkt. Nou, dat is wel belangrijk. Ja, dat is echt zo'n historische plek. En ja, een van de weinige pleinen die we in Leiden hebben. Dus daar kan ik me nu op verheugen. Om daar straks als toeschouwer naar te gaan kijken. Over het voorzitterschap. Hoe heb je dat ervaren? Hoe is dat om dat als voorzitter mee te maken? Leiden's Ontzet. Je moet overal zijn. En als je ergens niet bent, dan wordt het gezien. En ben je ergens wel, dan wordt het weer niet gezien. Maar dat is een grapje. Maar het is natuurlijk een, om het maar heel oneerbiedig te zeggen, een aantal zeer bevlogen, fantastische mensen. Die een feest... Eigenlijk moet ik zeggen, een herdenking en viering organiseren. En daar kun je alleen maar trots op zijn dat het gebeurt en dat jij daar leiding aan mag geven. Nou, en als bestuur heb je natuurlijk een aantal klussen te klaren. Hè, van de Lammermarkt hebben we gehad, nu de Garenmarkt. De veiligheid in het algemeen. We hebben het afgelopen jaar natuurlijk al wat extra klussen nog gehad waar we mee bezig moesten zijn. Maar als ik dan afgelopen week zag hoe we donderdag de inschrijving Haringen Wittebrood hadden en daaraan voorafgaand de intocht van de Geuze als openingsact. Nou, dan denk ik van, dat doen we allemaal met vrijwilligers. En daar kun je alleen maar echt beren trots op zijn. Het was fantastisch. Ja. Het is een nieuwe traditie. Dat zei Robert Strijk ook al. Ja. Normaal gesproken gebeurde het op 2 oktober. Ja. Nu, na dik een week eerder, bij de inschrijving van de Haring en Wittebrood. Kanonnen stonden er voor de wagen. Van de echte gele rijders. Ja, ze kwamen van Prinsjesdag, dus heel mooi. Waarom is dit? Waarom hebben jullie besloten om dit te gaan doen? Wat is de binnenkomst van de Geuze in de stad? Waarom nu dat moment verschoven, zullen we maar zeggen? Nou, de opening viel altijd een beetje tussen alles in. En kreeg niet de aandacht, terwijl er toch ontzettend veel energie in gestoken werd. En toen kwam het idee vanuit de commissie evenementen van, nou, we moeten dat anders doen. En daar hadden ze ineens het idee, laten we weer eens een intocht van de Geuzen organiseren. Een aantal jaar geleden bij een vorig lustrum is het toen ook geweest. En historici hebben ons dat toen op gewezen. 80 jaar geleden is er ook eens een keer een intocht van de Geuzen geweest. Dus wat dat betreft, tradities herleven ook. Maar het mooie hiervan was, afgelopen donderdag, dat er duizenden mensen al om het Waaghoofd heen stonden. Hè? De
de rij in het kader van inschrijving stond dan aan de Haarlemmerstraat. Het was niet te missen. Als je door de stad liep, die kanonskogel, of die, nou, het waren geen kogels, maar die knal, die was enorm. Ja. De alarmen van de auto's gingen er vanaf. Ja, dat las ik ook in de krant. Ja. En ik hoop dat het allemaal goed gekomen is. Maar, ja, het was wel. Het was, ik vond het ook zeer indrukwekkend. Ik had gelukkig oordopjes op en Robert Strijk ook. Maar ik vond het heel bijzonder. En juist ook dat je zo'n opening doet met zoveel mensen erbij. En dan vervolgens natuurlijk de Jolijt van de inschrijving. Fantastisch. Wij als Leidenaren, want zometeen gaat het echte feest beginnen. Hè? En wij als Leidenaren, we kennen het hele programma uit ons hoofd. We weten, 2 oktober gaan we die hutspot gaan we ophalen. Ja. Daarna gaan we op de Haarlemmerstraat de Breestraat staan om de tap toe te zien. Daarna gaan we de kermis op. De volgende dag de ravelje. Ja. De haring en witte brood ophalen. De optocht die er is. De kermis uiteraard. Ja. Maar waar zitten de pareltjes dit jaar die wat minder bekend zijn? Zoals bekend, ook uit de pers al, is er een initiatief genomen om tot een leerstoel, bijzondere leerstoel bij de universiteit te komen, Magdalena Moons. Om verder onderzoek naar de stadsgeschiedenis te doen. En waarom Magdalena Moons? Omdat het natuurlijk ook als vrouw, heel belangrijk, een hele bijzondere figuur tijdens Leidens ontzet is. Er zijn natuurlijk allemaal verhalen omheen, maar er schijnt bewijs te zijn, geloof ik zonder meer, dat ze getrouwd is geweest uiteindelijk met Valdez. En dat ze hem overgehaald zou hebben om niet nog eens een keer een definitieve aanval op de stad te doen. Ja, en hij lag daar met zijn Spaanse troepen, lag hij voor die stadsmuren. Ja, met zijn hoofdkwartier in Leiderdorp. Dus heel bijzonder. Waar we nu zitten. Het was rond de Dorpskerk, die toen alleen nog wat muren behelsde. Maar dat is een heel leuk initiatief en dat zal ook deze dagen verder bekend worden gemaakt. Maar bijvoorbeeld de historische lezing van afgelopen zondag is natuurlijk ook altijd een pareltje. Mm-hmm. Ja, de ruimte is uiteindelijk beperkt in het groot auditorium van de academie. Maar waar ik mezelf ook altijd op verheug is de seniorenbijeenkomst die we 1 oktober... 1 oktober, krijgen in de Stadsgehoorzaal. Dat is altijd een feest. En wat dit jaar vind ik best spannend. Ter vervanging van een bonte avond op de Garenmarkt. Dat we nu Bij Trigon Terrein hebben jullie... Dat we nu in de Stadsgehoorzaal ook een muzikale avond hebben met College Musicum, Semper Crescendo. En nog een aantal andere leuke dingen. Uitverkocht. Ik heb tot slot nog wel een vraagje over de Garenmarkt. Hè? Want dat is er niet meer. En vroeger was dat één groot feestfestijn. Dat is nu verdeeld door de stad. Bij Trigon Terrein gebeuren onder andere dingen. Zijn jullie niet bang dat sommige mensen dat niet weten te vinden? En dat het daardoor heel druk gaat worden bij de Nieuwe Rijn? We zitten dus tijdelijk op het Trigon Terrein. Het is goed aangekondigd, maar wie weet dat het nuttig is om dat nog eens aan te geven. Daarom zitten we hier. Wordt er, heb ik begrepen, initiatief van de gemeente een feest georganiseerd bovenop het dak van de parkeergarage. De Hoogvliet parkeergarage. Want de gemeente, nou, dan zie je weer zo'n veiligheidsaspect, wil graag de mensen, massa's, waar we over spreken, spreiden. En ik hoop dat op die manier. En overigens hebben we wel eens vrede. Dat gebeurt, vroeg ik vorig jaar ben ik tegengehouden. Dacht ik, dit is ook het moment om mij tegen te houden. Want het is zo druk. Ja. En dat je je wel afvraagt van, ik weet nog hoe druk het kon zijn vroeger. En hoe dat je echt bij die Nieuwe Rijn het onmogelijk was om erdoor te komen. En als je erin stond, onmogelijk om eruit te komen. Ja. Wat dat betreft begrijp ik dat allemaal. Maar het gaat een fantastisch feest worden. Zonder meer vanuit. En wat we nu al dus vanaf de inschrijving en daarvoor hebben gezien. En wat er nu het afgelopen weekend is geweest. Dat moet één groot feest worden. Ja, en uiteraard hebben we natuurlijk nog voor de kinderen. Maar dan mag de rest er niet bij zijn. De pers altijd wel. Dat is een soort, ik voel me altijd een beetje vereerd door. Want dat is dan ook fantastisch om erbij te zijn. Een mini-koraal. Ja. Een van de leukste onderdelen van Leidens Ontzet. En een zilveren jubileum dit jaar. Dus dat maakt het extra speciaal. Ja, het boek wat alle kinderen krijgen. We gaan elkaar daar zien. En het hele Leidens Ontzet gaan we elkaar zien. Dus zonder video. Dank je wel. En dan gaan we verder spreken over een werk van Theo van Doesburg. Een werk dat 100 jaar geleden ontworpen werd. En nu staat het in Leiden. Hoe zit dat verhaal precies? Het werk is vierkant in vierkant. En is naar Leiden gehaald door Stichting Vierkant in Vierkant. En over dit alles spreek ik met Ron Mittelmeijer. Ron, welkom in de uitzending. Dank je. Ja,
een beeld van 100 jaar oud. In ieder geval het ontwerp is 100 jaar oud. Ja. Van Theo van Doesburg. Staat nu in Leiden. Jullie hebben met de stichting Vierkant in Vierkant daarvoor gestreden om dat hier te krijgen. 20 jaar lang. Hoe zit dat verhaal precies? Nou, het is eigenlijk begonnen met het overlijden van Ellie Kerkhofs. Ellie Kerkhofs was directrice van het vormingscentrum Troef aan de Hoge Woerd. En dan praat ik even over rond de 70er jaren. En zij zorgde er eigenlijk voor dat de jongelui, de hippies uit die tijd, niet op het verkeerde pad terechtkwamen. Drugs kwam net in zwang. Mm-hmm. En ze heeft eigenlijk haar moederlijke vleugels om hen heen geslagen, vonden wij. En ik denk er echt voor heeft gezorgd dat we de goede kant op gingen met z'n allen. En bij haar overlijden in 89 hebben wij met een groepje gevormd die stichting om als postuum eerbetoon een mooi kunstwerk neer te zetten op het Stationsplein. Want daar woonde ze en ze vond het Stationplein foeilelijk. En ze wilde iets van een fontein. En ja, 1 en 1 is 2. Dus, ja, en dan kom je er uiteindelijk uit. Want ze vond het werk van Theo van Doesburg dus heel mooi. Ze kende de stijl. Ja. Werken uit de stijl. Dus ja, maar het is geen toeval hè, dat we nu hier zitten. Want het is 100 jaar de stijl. Ja, exact. Ja, ja, een kunststroming opgericht door Van Doesburg, of hoe moet ik dat zeggen? Ik zou graag zeggen, Theo van Doesburg heeft het blad De Stijl opgericht in Leiden. Laten drukken in Leiden bij drukkerij Jansen. En kunstbroeders uit die tijd uitgenodigd om te schrijven over ook zijn denkbeelden en wat hun denkbeelden over de nieuwe beelding was. Want het figuratieve, dat was afgedaan. En veel meer figuratieve kunst was er niet meer dan wat hun wilden in wat Picasso later ook deed. Kubisme en er is van alles gebeurd opeens. En ja, kunstbroeders als Piet Mondriaan die natuurlijk erg bekend is. Rietveld, J.P. Oud, Bart van der Leek, nou, noem maar op. Zich daaraan verbonden. En ja, dat is 100 jaar geleden. Ja. Toen maakte hij ook een beeld, vierkant in vierkant, opgetrokken uit beton. Ja. Dat is er nooit gekomen 100 jaar geleden. Hoe kan dat? VVV Leeuwarden schreef in der tijd in 1970 dus een prijsvraag uit, omdat ze graag aan de gemeente Leeuwarden een cadeau wilde geven. En dat moest dan een fontein voor het nieuw interrichte plein zijn. En daar mocht de kunstenaar zo intekenen. En Theo van Doesburg dacht van, dit is mijn kans. Ik heb een prachtig plastiek gemaakt in het nieuwe materiaal beton. Dat was het in die tijd. En hij had een heel mooi ruimteplastiek, zoals hij dat noemde, waar dingen in werden weggelaten, waar een meetkundige vorming in zat. Dat wilde hij graag tonen. En ik geloof niet zozeer dat hij ooit heeft stilgestaan of het er überhaupt zou komen. Maar dit wilde hij tonen. Ja. Er is ook het beeld is ook nooit in zijn... En toen hij leefde, is het beeld nooit gebouwd. Nee. Dus nu in Leiden, vorige week is dat gebeurd, hebben jullie het opgetrokken uit betonblokken. Ja. Ja. Het is voor de eerste keer dat het daadwerkelijk, zoals hij het bedoeld heeft, ergens staat, denk je. Ja. En hoe komt het dat je dat denkt? Lezen, bestuderen. Ik raakte geïnteresseerd door dat ontwerp. Ik ben me er echt mee gaan bezighouden en heb zelf ook... Maar er was geen manquette meer? Nee, die is... Geen bouwtekeningen? Niets was er bekend. Alleen die twee foto's van bijna 2 à 3 kanten. En door studie en rekenen en heb ik iets nagebouwd, een maquette zelf. En misschien heel leuk te vertellen, wij maakten natuurlijk contact met Jean Lering en Wies van Morsel. Wies van Morsel, dat is de erfgename van Nelly van Morsel, toenmalig echtgenote van Theo. En Jean Lering, haar echtgenoot, testamentaire executeur. En die had dat al 40 jaar daarvoor ook eens gedaan, een maquette gebouwd. Nagedacht van hoe heeft Van Doesburg dit bedoeld. En ik was apetrots toen Jean Lering tegen mij zei van dit is exact hetzelfde. Jij mag dit zo bouwen. Ja, want hoe komt jouw interesse hiervoor? Want je vertelt wel waarom jullie ooit dat vierkant in vierkant naar Leiden hebben willen halen. Hè, dat overlijden van Ellie. Maar waar komt jouw interesse vandaan? Want dit is passie, wil ik hoor. Ja, het is gegroeid. Ik heb niets met die kunst. Ik kende ook Theo van Doesburg niet. Het is gaandeweg. Ik wilde meedoen met geen stichting. Kunsthistoricus, kunstenaar? Absoluut niet. Nee, ik kom uit de bouwwereld. Maar gaandeweg, mijn vrouw Petra vroeg op een gegeven moment van, wil jij voor mij vierkante blokjes zagen? En zij zat op een gegeven moment de hele avond te stapelen. Van, wat ben je nou aan het doen? Ja, we gaan iets van Theo van Doesburg maken. En vanaf dat moment ben ik gaan lezen en foto's bekijken en ben ik er zelf in gerold. En dat 20 jaar lang? Dat is er ongeveer een 1,5 jaar tijd tot stand gekomen. Dat, nou, en dan wil je dat beeld in Leiden hebben. Ja, en dan ga je een lange weg. Dan ga je van de kunstenaars en
creatief denken richting overheid. Dat is net anders. Ja, ja, je gaat naar de wethouder. Van, mogen je mag wij hem niet zomaar neerzetten. Nee, mogen wij een plekje? En de eerste wethouder, meneer Van Rij, die zei van wie is Theo van Doesburg? En de tweede wethouder, meneer Pechtold, zei van ja, we hebben liever een eigen tijdse kunstenaar die iets moois maakt. En de derde wethouder, Jan-Jaap de Haan, heeft ons enorm geholpen bij de bouw van een houten maquette op het Stationsplein. En dacht dat het daarmee klaar was. Maar gelukkig hadden we Petra Hogeveen, die als een luis in de pels gewoon bij iedere gelegenheid de deur weer open trok van we zijn er nog. Ja. En het is eigenlijk voor dit jaar, ja, 100 jaar de stijl moet er iets gebeuren. Maar ja, de deuren gingen open. De wind ging meewaaien. En, ja, er kwam geld vanuit de politiek. Er kwam geld uit de politiek. Ik moet even Walter van Pijpen noemen vanuit GroenLinks, die zich daar heel hard voor heeft gemaakt. Daar zijn we erg dankbaar voor. En van alle kanten kregen we medewerking. En ja, afgelopen zaterdag hebben we hem neergezet. Ja. En als je er nu langskomt, het zijn... Je hebt het zelf verbouwd, hè? Zou het zelf gaan bouwen, laat het zo zeggen. Ja. Want je hebt de eerste dag al een ongelukje gehad. Ja, er schoot een rijplaat onder een kraanwagen vandaan. En ik stond op een ongelukkig moment op een ongelukkige plek. En... been gebroken op twee plekken. Ja, ach. Nou, ach. Ja. Ja, je komt allemaal echt uit. Dit is wel echt de man. Dit is geen macho opmerking. Het ergste, de meest zielepijn heb ik van het feit dat ik de jongens die er bezig waren niet meer kon helpen. Ik kon vanuit een rolstoeltje toekijken en aanwijzingen geven waar ze toch niet naar luisteren. Het zijn een soort Lego-blokken die jullie... Zo heb ik het ook, ja. En blijft dit nou zo? Want nu is het heel robuust. Je ziet nog de naven en je ziet waar het opgestapeld is. Blijft het zo voor het afgewerkt? Dit wordt een discussie. Je weet, het blijft twee jaar... is het al een discussie? Het is al een discussie. Het blijft 2 jaar staan, want dan wordt het hele terrein heringericht. Ook het kader met de Single Park. En het wordt heel anders daar. Het parkje blijft, maar we hopen dat we dan een stukje mogen opschuiven. We gaan hem weghalen en terugplaatsen. En de discussie tot dan is... Persoonlijk vind ik hem zo heel mooi. Echt dat een beetje high-tech, robuust inderdaad, wat je noemt. Een andere optie is, moet je hem ook afsmeren. Moet je hem helemaal glad en strak maken, zoals ik bijvoorbeeld mijn maquette heb gemaakt. Die is echt loopglad, zuiver, geef het een naam. Maar dat, ja, daar moeten een hele hoop mensen moeten daarover gaan nadenken, hun mening over geven. Misschien wel een prijsvraag, hoe moet u uiteindelijk worden? Dus wat vind je zelf? Nou, ik vind zelf eigenlijk dat mevrouw Van Morsel en haar adviseurs, en Abe van der Werf wil ik hierbij graag noemen, daar ook een hele grote stem in hebben. Er zijn nog meer kunsthistorici die hier uiteraard hun ideeën over hebben. En daar gaan we ook naar luisteren. Tot slot, wat kost zoiets om dat neer te zetten? Heel veel geld. En dat op zich is, ja, het is de gewoonte in Nederland om geen prijzen te noemen. Maar wij gaan over de 100.000 euro heen, ruim als we straks helemaal klaar zijn. Okay. En ik heb nu al geleerd dat... Want er moet nog wat geld zijn voor als die verplaatst gaat worden. We beschieten nu al door onze begroting heen. We zijn ook blokken aan het verkopen, sponsoren, laten ze adopteren. In de hoop dat mensen het sympathiek iets vinden. Voorstaan. Dankjewel dat je dit kan toelichten. Hoor. Graag gedaan. Jij bedankt voor de tijd. En tot zover deze uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard zijn we er vrijdag weer, dus tot vrijdag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Area 071.